Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain Vlogs. Jawel, hier zijn we weer. Jawel, mensen. Hier zijn we weer met een gloednieuwe Studio. Nee, video. Ik heb vandaag, dames en heren, een prachtige verrassing voor Bilal. Ja. Hey Bilal, wat wil jij heel graag doen? Liedje. Je wil een liedje maken? Waarom? Vind je dat leuk? Klein beetje of heel veel? Heel veel. Heel veel. Dus we gaan vandaag naar een muziek... Studio. Muziekstudio, dames en heren. Met... IJs. Met IJs. Oh, yo. Wow. Yo. Hey, dus we gaan vandaag naar... De studio. Naar de studio met... IJs. Met IJs. Wat moeten de mensen doen, Bilal? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte... Echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... We zeggen tijd. Positiviteit. Aarde. Erectie. Aardvedetje. Oh, yo. Andere kant. Andere kant. Oh, je zit gewoon op. Wat doe je? Bilal, wat doe je? Het is IJs, maar broer. Oh, yo. Kijk uit, daar gaat het. Lekker. Nou, hup, stap in. Kom, we gaan. We zijn in de studio, Bilal is met Khalid, ze zijn nu al bezig, ze hebben elkaar net ontmoet. Dus we gaan even kijken hoe dit gaat worden. Ja, mensen zijn hier hard bezig, jongens. Ja. Ja toch, met een lekkere nenna thee. Blessing. Jullie zijn ook voor IJs? Ja man. Maar jullie maken aardige videoclips, of niet? Ja, videoclips, aftermovies, bedrijfsvideo's, alles man, eigenlijk. Maken voor liefde. Ja. Onder andere ook voor Boef gemaakt, Ronnie Flex. Ja, maar dat zijn niet zomaar mensen, je zegt het heel bescheiden en zo. We zijn aardig wat namen. Leuk man. We moeten nuchter blijven. Ja. Beide benen op de grond. Ja toch? Altijd. Love man. Zeker. We kijken nu naar die andere gasten waar ze zijn. Daar zijn we. Ja? We zijn hier aan het Voor Khadija? Ja. Klaar, we hebben een liedje. Savé? Khadija. Savé? Gaan we over Khadija zingen? Ja. Help us music. Hey. Stop maar, ja, stop. Zee. Dat gaat goed, dat gaat goed. Weet je wat je gaat zingen? Story. Ja, ga je over Khadija zingen? Ik ben al gestopt. Oké, en wat wil je over Khadija zeggen? Deze boys, ik zie opeens. Khadija, Ghanini, Brega en Bababa. Amonik de Zef. Ja, Nanina, Yara, Diara, Diara. Goed zo. Hoe is die, man? Khadija, jouw jezus daar. Ja. Nee. Ja, dan ga maar even zitten, Bilal. Wat zei je? Ga maar even zitten. Nee. Kijk, hij gaat nu kijken. Gaat hij even uitproberen. Oké, blijf maar staan als je wil. Will self. Hallelujah. Wat kan je hiervan maken, broer? Hola? Wait and see, bro. Ja? Wait and see. Als ik geen hit met deze man maak, mag je spugen. Ja, ja, ja. Ik klink een beetje als die Spanjaard. Wie? Spaanse rapper.
Ga ik een Spaanse rapper. Kijk hoe ver we al zijn gekomen. Rabbi salam alaikum. Khadija, Khadija. Alleen maar Khadija zeggen. Alleen Khadija roepen. Khadija. Oké, een korte. Khadija. En een korte Khadija. Khadija. Welkom bij Vlogman. Vlogman Vieze, we zijn hier om te gebush. Nee, ik wil hem van Brahim horen. Deze man heeft een hele mooie stem. Mag ik een paar Khadijat van jou? We gaan een paar Khadijat erin gooien, of niet? Volg! En duimpjes omhoog, jongens. En die l'adad. Ik ga vloggen, boys. Tbaas je TikTok. Tbaas TikTok. Nee, joh. Liefde voor iedereen. Ook voor schap TikTok. Broer, dit is wel moeilijk. Ik ga mijn best doen. Kom op, dit is. Ik weet niet wat je hiervan gaat maken. Puzzelen toch, broer. Ik heb echt geraakt. Zeg maar. We hebben echt waar hier. Maar? Ik ga even tenminste nog melodie in. Zo. Het is helemaal anders. Die ja. Brian Vlogs. Papa. Oye papa. Oye papa. Dan ga je naar we zien je gewoon ter plekke gewoon. Het is niet eens dat je... Broer, mijn tracks zijn niet echt te moeilijk om te maken. Maar het is toch een creativiteit, of... Broer, weet je wat het is? Ik wil het simpel houden. Maar... Het is niet zo simpel als je denkt. En dit ook niet. Rakrina, zeg maar, goeie hier. Ik weet dat, broer. Rakrina, HBO. Hoogstaand, vocabulaire, alta, wel, grammaticaal, top! Maar als ik zeg... Want ik denk aan jou, wanneer blauw voor mij staat. Wanneer Zanka is, hé. Hey. Wanneer je denkt dat ik die stijl fout heb. Ola, ik heb een fout, hè. Maar zo praten we. Ja, toch? Ja, man. Dit leven is echt. Ga jij maar uitleggen aan mij. Wanneer ik knuffels van jou heb. Ola, ik wanneer knuffels van jou. Meer hoef ik niet. Snap je? Gaan we een liedje maken? Ja. Mag ik erop? Nee. Mag ik er helemaal niet op? Nee, ik moet erop. Is hit, bro. Huh? Is hit. Ja. Ik zie hem erop. Wat denk je? Gaat het echt een hit worden of niet? De eerste keer klinkt goed. We gaan even afwachten, vriend. Moes je die blebi jongen? Moes je te ochalitene? Je te molen zitten? Galbe, rouwachti ja! Ah, ja, galbe! Ik zeg jou eerlijk, Gerrit. Ik wist niet dat je zo'n serieus iets zou onderwerp zou halen. Maar je denkt dat we hier aan het lachen zijn in die koude studio? Nee, ik dacht, wallah, lekker wat niet verwacht. Ik dacht, echt wallah. Ja, dacht we grapjes maken. Ja, ik dacht gewoon een beetje chill dit dan. Man. Bilal, ik ben een show, zeg bro. Bilal. Jullie zijn de eerste mensen, de eerste artiesten die gewoon overdag werken gewoon. Dat heb ik ook niet eerder meegemaakt. Ja, maar broer, je moet het begrijpen. Het is voor jou, hè. Ik geef ze wachten. Broer, weet je wat het is? Je weet het niet. Soms, kijk, meeste producers... Heel veel producers in Nederland zijn ook niet fulltime producers. Hè? Die moeten gewoon daarnaast werken om... Ja toch, bro. Dus avonduren wel veel. Maar bro, kijk, als je het hebt, ik heb het eens door laat is. Het is kort voor zeven. Ja, dat bedoel ik. Maar ik kon ook nu zomaar kijken en 10 uur zien. Hè? Had ik dezelfde emotie in mijn gezicht. Nu zijn we daar, ik ben blij, ik ben voor je bijen. Niet dat je dat niet zelf kan, ik vereig Meijers, pijken, koppen. En ik ga op ze gooien. En als je dit hoort, word je laupa verstrooien. Wat betekent Meijers? Barkies. Oh, Meijers. Oh, Meijer. Oh. Nee? Ik voel hem. Ik weet het. Broer, weet je, online is het. Rotterdam. Ja, okay. Nee, wij zijn ook Meijer. Wij zijn ook Meijer. Dus ik ben geen Meijer. Ja, jullie bij Leidenaar. Ja, wij zijn Meijer. Ja, Meijer. We gaan niet werken, Meijer. Je bent niet Meijer. Wat is dat? Voor wie is dat? Dit. Heb je dit voor mij gehaald? Ja? Gezellig, dankjewel. Zo, moet je kijken. Joh. Ik krijg cadeautjes aan Sapi. Ja, dit is leuk. Ola, dit is leuk. Oh, chokran.
Dankjewel. En nu moet ik... Kom naar de auto, kom. Kom maar broer, deze mag het meisje XXL trui krijgen. Kom, kom. Kom. Nee. Geen lelijk? Ik ga tot iets laus vinden. Nou. T-shirt. Vind je mooi? Wat vind je mooi? Wat wil je? Bloes. Hij heeft geen bloes. Hoe moet hij aan bloes komen? Geen bloes. Wasemhole, begrijp me niet verkeerd. Nee broer, deze kan niet. Nee broer, deze kan je niet maken. Ik heb gehamer en geriske geprobeerd. Te leren van dit, niks geleerd. Ik heb veel gelaten, nooit verleerd. Wat een achterhaal. Moet die legendarische bloes? William, deze heeft trending. Huh? Deze is trending. Nee. Dit is het enige van deze tijd die terug. Dit is trending day en dan. Ja, maar deze ziet er ook echt dik uit. Hoor je deze? Ja. Kan niet. Ga door, ga door. Broer, hey, Shof, wat jij vindt van jou? Kijk. Kijk, moskee. Jalla, lebes. Moskee. Doe maar. Ja. Moet je even je hand erin. Wow, hij staat jou echt low, love. Oh. Echt low. Kan je hem inkorten, denk je? Als je dat niet gaat doen, dan wil ik hem niet geven, hè? Nee, denk ik zou hem niet geven, broer. Tuurlijk wel. Maar je banana, broer. Dat heb ik mijn vader gekregen. Broer, wat? Ik heb een liedje over papa gemaakt. En als mijn vader zegt, waar is die? Ga ik zeggen, waar is die, pa? Zo vet zin Cameroon, Gulia, waar is die? Eigenlijk wil hij gewoon Maghribi zijn. En ik geef je alle gelijk daarin. Alleen even, ja, dat hij niet vies wordt. Vind je hem mooi? Allah! Mannen cadeau. Gaan we nu terug naar de studio? Gaan we zo opnemen? Nee, nee. Ik moet mijn ook thuis halen. Ben je blij? Ja. Goed zo. Jalla, kom. Wat vind je uiteindelijk leuker om te doen dan, broer? Alles, man, broer. Alles vind ik leuk. Maar als je zou moeten kiezen tussen hier aan werken... Of daarachter? Dat is ook, ik broek vind allebei even leuk. Holla, ik lieg niet. Holla? Ja, man. Het is meer, zeg maar, met beter probeer ik invloed te brengen, hè, toch? Ja. Wat hij zegt, hij heeft gelijk. Ik hou echt van dit broek. Het is niet, ik doe niet. Tuurlijk, ik wil gewoon verdienen, nee, maar ja. Uiteindelijk hou ik wel van echt muziek maken. Ja. Dit is zeg maar eigenlijk bijna altijd een soort van project. Ja, toch? En dat inzingen, ja, dat is ik gewoon... Ik hou gewoon van het hele proces, zeg maar. Juist. Maar het hoeft niet specifiek altijd te zijn dat ik muziek ben aan het maken. Of je bent bezig met de randzaken. Je bent bezig... want we doen die studio hier verhuren. Dan ben je bezig met klanten. Deze studio onderhouden ook. Man verhuren. Mensen hier kunnen hier gewoon studio huren, omnemen, sessies plannen. We doen mixing, mastering. Die cameraman doet ook clips. Dus het is een soort van productie. Okay. Je weet toch, we proberen, zeg maar... Ja. Mensen die geen labels hebben of zo, die kunnen dan zeg maar bij ons komen en kunnen zeggen van, yo, dit is mijn budget, dit is wat ik heb. En dan gaan wij met hem zeg maar een plan kijken maken wat van er, wat we, en dan blijf je independent, zeg maar. Je ja, doet nog ja, steeds, ja. Je investeert in jouzelf, zeg ja. Maar. Was al daar en je voelde mijn pijn. Je zei meteen groot, ook al was ik jou klein. We blijven positief, fuck die negativiteit. Ik kan zoveel zwanger met die leeuw, ben jij. Mijn koning King zijn, voor jou ben ik onlaat. Ik werk voor niemand, jij is helemaal wat. Ja, bro, hij heeft 7 takes hier zitten die we sowieso moeten luisteren. Intro, outro, volmaak. Ja, die kan je dan uithalen, 100%. Ja. Dus je hebt intro, refrein, outro. Iedereen heeft een ander systeem, man. Ja, maar dat is voor Bila nu eigenlijk, hè. Want hij heeft net 7 takes opgenomen. Ja, en die gaan we allemaal luisteren. En dan gaan we mooie stukjes uithalen. En dan gaan we daar een intro van maken. Of een prehoek. Een prehoek, wat is dat? Dat is een stukje wat voor het refrein komt. Maar hij had je koersje uit te helmen toe, en dan ga je... Allee, ik kwam allemaal termen. Allee, ik ben waar. Ik heb de fitness instructeur. Bro, je moet hem zo pakken. Je moet hem zo pakken, want ik ben waar. Box. Aan komt nu. Hey, Shofo, alsjeblieft. Dit moet je niet eruit knippen. Deze man, hoeft hij hoeveel sporen?
28 takes. Hij heeft 28,5 minuut. Hij heeft 28 takes van 1,5 minuut achter elkaar ingespit. Achter elkaar. Echt ziek, bro. Ja, dat is normaal gebruikelijk. Je moet opzoeken, bro, dat het geen record is. Dit is een album, hè? Bro, dit is ziek, bro. Hij heeft een hele album bij elkaar gered, broer. Op één pokoe. Dat is de allerziekste, bro. Jawel, jawel, hier zijn we weer. Jawel, 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 mensen, hier zijn we weer. Wat is je eerste indruk over deze gast? Strijder, man. Echt, 28 takes van 1,5 minuut, broer. Alleen deze man. Ik heb geen rapper dat zien doen hier, broer. Hoe vond jij het, Gerrit? Ik vind het helemaal top, goeie, voilà. Brahim. Hey, Bille, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte, echte, echte... Echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... niks. En wij zeggen altijd... veel tijd. Positieve tijd. Arrivederci, mensen. Love. En trouwens, volgende week is de nummer online. Ai, gek. Toppers.